Hallo, dit is Kermit de Kikker. Hallo, dit is Kermit de Kikker voor het landelijke huisje van Roodkapjes oude grootmoeder. En we verwachten elk ogenblik Roodkapje zelf. Ze zal in haar bekende mandje allerlei lekkere dingetjes meebrengen. En wij hopen op een exclusieve blik in dat mandje met lekkers. En we hopen erachter te komen wat er allemaal in zit. Ik denk dat zij er aankomt. Neem me niet kwalijk. Grote boze wolf. Grote boze wolf. Grote boze wolf. Jij bent niet de grote boze wolf. Natuurlijk niet. Jij bent de maffe kleine kikker. Wat een geluk. Zeg eens, jij bent toch niet de grote boze wolf in kikkerskleren? Nee, natuurlijk niet. Ik ben Kermit de Kikker van Sesamstraat Nieuws. Oh. Wel, Roodkapje, zouden onze kijkers een exclusieve blik in dat mandje van jou mogen werpen? Ja, voor Sesamstraat Nieuws? Ja. Goed. Oké. Oh ja, want kijk, ze voelt zich niet al te best, grootmoeder. Ja, dus dat klopt. Daarom breng ik haar lekkere dingen, dan wordt ze gauw beter, gesnapt? Zal ik je laten zien? Dit is een spannend moment, lui, want Roodkapje zal ons nu gaan onthullen wat er zoal in haar mandje zit. We kijken even mee. Met wie praat je daar? Dat doet er even niet toe. Laat maar even zien wat er in je mandje zit. Oh ja, ja, ja. Deze koekjes zijn om oma beter te maken. En het eerste is een aardbeien jam koekje. Ja. Tweede koekje is koekje van kaneeldeeg. En dan heb ik hier een bananenmoeskoekje. Dan een lekker walnootkoekje. Allemaal goed voor zieke oma. Is dat het? Meer zit er niet in dat mandje van je? Verwacht je nog iets anders, kikker? Nou, eigenlijk wel. Wat? Nog meer dan? Kippensoep. Kippensoep? Ja, want je oma voelt zich toch niet zo lekker, hè? Ja. Nou, zieke mensen willen graag zoiets als kippensoep. Verse groenten en fruit. Ze willen geen koekjes. Weet je zeker dat oma geen koekjes wil? Wel, dat los ik dan op. Tja. Beste Roodkapje, het probleem van de koekjes heb je opgelost. Ja. Maar nu heb je niks om aan je grootmoeder te geven. Wat denk je daar nu aan te doen? Oh, ik weet het. Ik ga naar de Sprookjesland supermarkt en haal daar goede dingen. Sinaasappels en kippensoep en volkoren toast en lekkere Brusselse spruitjes. Ja. Oh, ja. Maar hopelijk tref ik niet die grote boze wolf. Ze is vast een beetje bang voor die wolf. Maar terwijl wij wachten op de vlotte terugkomst van Roodkapje, kunnen wij misschien even kijken naar haar grootmoeder. Want het moet een heel aardig mens zijn, heb ik wel eens ergens gelezen. We gaan eens even kijken. Wie is daar? Dit klinkt alvast heel erg aardig. Dit is Kermit de Kikker van Sesamstraat Nieuws. Laten we grootmoeder maar vergeten. Wie was dat? Een of andere kikker van Sesamstraat Nieuws. En jij gaat weer naar bed, oma, want je bent ziek, hoor. Goed, hoor, dokter Wolf. Het tocht hier behoorlijk, hoor. Ga naar binnen.